En u bent ook nog eens een keer bioloog en schrijver van het boek Verliefd op je klant. Patrick van Veen, van harte welkom. Dankjewel. Ja, u gaat meerdere keren per week naar de Apenhul met gezelschappen om aapjes te kijken. Nou ja, ik loop er al een jaar of 12 rond. Regelmatig en altijd met groepen. Bedrijven, managementteams, teams die met elkaar moeten samenwerken. En dan proberen we ze een klein beetje uit te leggen wat ze kunnen leren van de apen om dingen beter te gaan doen. Kunt u een voorbeeld geven? Wat kunnen wij leren van apen? Nou ja, als je bijvoorbeeld Jumbo, dat is de zilverruggorilla, de grote leider. En ik vind dat altijd een mooi voorbeeld. Zo'n kerel, ja, die slaat zichzelf af en toe op de borst, die maakt zichzelf groot. En dan zeg ik ook wel eens in een bedrijfsleven, we zouden af en toe best iets meer mogen imponeren. Niet om te vertellen dat we geweldig zijn, maar wel om te vertellen wat is jouw expertise. Ik ben groot, ik ben sterk. Dat is bij een gorilla belangrijk. Overigens, hij moet ook vruchtbaar zijn, dat is ook belangrijk. Ja, ja. Maar iedereen mag best vertellen wat jouw competenties zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat leren. Maar ja, het andere gedrag, wat we iets verderop zien bijvoorbeeld bij de berberapen, dat is het vlooien. Apen die zitten soms wel 2 uur per dag aan elkaar te vlooien. Ja, wat een geduld, hè, denk ik dan. Ongelooflijk. Ja. Ja, en als je dan ook nog realiseert dat ze geen vlooien hebben, ja, dan wordt het helemaal bijzonder. Want ja, de reden dat ze... Maar zegt u eigenlijk van ik moet 2 uur met iets bezig zijn, nou ja, wat nutteloos is, of ja, niet? Of dat, ja, niet? Heel mooi is, wij mensen doen dat ook heel vaak. Dat zijn onze nutteloze gesprekken. Ik bedoel niet hier nu, maar de gesprekken bij de koffieautomaat. De informele gesprekjes aan de gang. De domme vragen die mensen mij ook soms stellen. Ik kom soms wel eens ergens aan en zeggen mensen tegen mij, heb je het kunnen vinden? En dan denk ik, ja, wat denk je zelf? Maar dat zijn wel die informele gesprekken of over het weer, die zorgen voor binding. En het bijzondere is eigenlijk dat wij tegenwoordig steeds minder tijd aan elkaar besteden, aan die informele gesprekjes, de collega vragen, hoe was jouw weekend? Maar dat is uiteindelijk wel ons menselijk vlooien. Want bij apen wordt er niet gevlooid om de vlooien weg te halen, maar gewoon vertrouwen op te bouwen en een relatie op te bouwen. En dat moeten we weer wel vaker doen. Schenk aandacht aan je klanten. Dat is dan eigenlijk de boodschap. Heel kort, wat is de meest gehoorde reactie na zo'n bezoekje aan de Apenhul? Dat mensen morgen in de spiegel gaan kijken. En dat vind ik het allerbelangrijkste.